Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Bart Franke en ik werk in het dagelijks leven bij BIT. Waar ik als engineer onder andere verantwoordelijk ben voor het abuseverwerking bij BIT. En het afhandelen van abuse bij BIT, dat doe ik al sinds 2009. Dus al redelijk wat tijd in zitten om het wat makkelijker te maken. Daarnaast heb ik niet zoveel tijd meer voor, maar doe ik nog wel wat hacken. En dan heb ik wat bedrijven die wat blij zijn gemaakt met mijn werk, om het zo maar te noemen. En in het laatste beetje vrije tijd wat ik heb, zit ik bij de reddingsbrigade en ben ik first responder om achter de computer weg te zijn. Nou, ik ga wat vertellen over Abuseo, een stukje software. En hoe dat ontstaan is en waarvoor het eigenlijk is gemaakt. Ik ga vertellen wat er momenteel al beschikbaar is in de software en ik ga vertellen waar we naartoe gaan werken en laat daar wat in zien. En hopelijk heb ik aan het einde van de tijd nog tijd over voor vragen. Nou, Abuseo is bij BIT eigenlijk begonnen als vroeger om spamuitbraken te detecteren. Nou, daar kreeg je op een gegeven moment heel vaak mailtjes in je mailbox van ja, er is weer een spamrun geweest en hier heb je 16.000 abuse meldingen. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Dus we zijn op een vroeg stadium op een gegeven moment besloten, we gaan het mailverkeer in de gaten houden en dan met name RBL-listings en mailreputaties van bepaalde IP-adressen. En dat werd dan automatisch verwerkt. En op het moment dat er dan een IP zich verdacht gedraagde, dan werd er een melding uitgegeven aan de engineer die dan wat dieper in het probleem kon duiken. En zo een spamuitbraak, net dat hij gestart was, vaak al kon oppakken. Nou, sinds 2011 is er ook veel meer abuse op andere plekken in ons netwerk gezien. Botnet-infecties, gehackte websites. Dus die meldingen moesten we toch op een andere manier gaan verwerken, buiten alleen spam. Dus daar hebben we Abuse Reporter gemaakt. En dat is het kleine broertje wat Abuseo nu is. Die kon al een heel klein beetje meldingen verzamelen. En we hadden een aantal grote klanten die hele grote netblokken hadden, waar we het automatisch naar wegstuurden. Maar het werd niet gecombineerd, het was toch heel het werd eigenlijk gewoon één op één doorgestuurd zonder enige vorm van informatie, waardoor de ontvanger echt wel moest weten wat hij ermee aan moest. Afgelopen december heb ik bij de AbuseNL community gezegd dat ik een heel mooi systeem had. En toen heb ik me eigenlijk mezelf een beetje verplicht om het ter beschikking te stellen met mijn grote mond. Dus in december ben ik begonnen om het BIT-specifieke gedeelte eraf te halen en het voor iedereen beschikbaar te maken. En dat ben ik snel met wat hulp van onder andere Tila en Tele2 dat heel snel kunnen uitbouwen naar een systeem wat productiewaardig was, wat in april uitgekomen is. En productiewaardig, het is eigenlijk meer een proof of concept qua programmeercode was er nog genoeg aan te verbeteren. Maar het werkt. En we hebben business cases bijvoorbeeld bij ISP Connect nu gezien, dat het installeren van het product alleen al, bijvoorbeeld bij PACE Extreme, waar ze toch best wel goed met de abuse afhandeling werkte, dat het toch opeens 3000 nieuwe meldingen liet zien waar ze gewoon geen weet van hebben. Nou, inmiddels zijn we begonnen met de ontwikkeling van de volgende versie 4.0, waarbij we de code wel netjes gaan maken, tenminste dat gaan we beloven. En inmiddels is er ook een stichting in het leven geroepen om dat te gaan assisteren, want inmiddels is het kleine hobbyprojectje van mij een beetje uit de hand gelopen. Zoveel vragen, zoveel mensen die graag iets willen, dat dat gewoon niet meer alleen kan. En daar ook heel blij ben dat er verschillende partijen heel erg meehelpen in dit proces. En recentelijk hebben wij het bericht gekregen van het SIN-fonds dat wij een leuke subsidie hebben toegewezen gekregen. Zodat wij wat ontwikkelaars kunnen gaan inhuren om het proces nog sneller te kunnen laten doorlopen. En hopelijk aankomende januari de volgende versie alweer te kunnen gaan publiceren, waar nog veel meer leuke dingetjes in zitten. Nou, waarom is het nou eigenlijk uiteindelijk gemaakt? Er zijn wel wat producten op de markt die dit kunnen. Een stuk of 8. En 4 daarvan zijn
wel open source, maar ik heb ze niet werkend gekregen en iedereen die ik gesproken heb ook niet, tenzij je op de universiteit iets met Java hebt gedaan, denk ik. Maar het is ook niet echt geschikt voor providers. Het is met name voor grote search, het grote data collection proces zelf en niet zozeer rapportage. Dus dan heb je nog maar de helft van het verhaal wat we met Abuse.io proberen te realiseren gedekt. En de andere vier pakketten, die prijzen zal ik maar niet noemen, want ik denk dat iedereen van zijn stoel afvalt. Maar dat zal waarschijnlijk hier niemand gaan betalen tenzij je een hele grote club bent. Dat betekent dus dat kleinere providers gewoon het met de hand moeten gaan doen. En als jij Shadow Server bijvoorbeeld kent en je krijgt daar een CSV'tje van, zeker als je dat net ontsloten hebt, dan je ziet daar 27.000 meldingen staan in je eerste CSV en dan nog bedenkt dat er nog 12 aankomen die dag, dan ga je heel snel koffie drinken en weer terug aan je eigen werk denken. Maar dat zijn wel de mensen die wel iets met die meldingen willen gaan doen. Maar het moet zo makkelijk gemaakt worden. Maar dan heb je alleen nog maar het providergedeelte opgelost. Dat het voor jullie als netwerkproviders makkelijker wordt gemaakt om een melding die jij binnenkrijgt door te gaan sturen naar een eindgebruiker. Maar dan zegt de eindgebruiker, ja, dankjewel, ik vind het rot. En u? Die eindgebruiker die heeft hulp nodig. En het idee van Abuse.io is ze uiteindelijk naar een portal te leiden in samenwerking met bijvoorbeeld Europese projecten zoals ACDC, waarbij ze niet alleen de melding krijgen van dit is geconstateerd, maar ook vervolgens uitgelegd wordt waarom het een probleem is en wat zij eraan kunnen doen om het op te lossen. Zie je, dan heb je de eerste abuse melding al. Hopelijk ben je nou weer wakker. Nou ja, goed, zoals ik al zei, het komt uit uiteindelijk van Abuse Reporter. Dat was specifiek gemaakt voor BIT, dus dat moest omgebouwd gaan worden. En inmiddels zijn er alweer ruim 100 gebruikers, ook al buiten Nederland, die deze software al actief gebruiken. Nou ja, de software is open source, dus iedereen kan downloaden, aanpassen, maar je doet en laten wat je wil. En dat betekent dus ook dat jij een stukje software krijgt waarbij het idee is, alles wat in een abuse@mailbox uitkomt of zou moeten uitkomen, dat 99,9% van die meldingen automatisch verwerkt gaan worden. Die laatste 0,1% dat zijn mensen die gewoon niet weten hoe ze moeten mailen en dat gewoon nooit te parsen gaat worden. Maar het idee is wel dat alles verwerkt gaat worden. Die verwerking komt zo meteen op terug, maar het systeem is dusdanig ook gebouwd dat het ook high-end heel veel events op een dag kan afhandelen. Want ja, zoals ik al zei, als je een beetje een grote partij bent en je hebt de Shadow Server ontsloten, dan is een 500.000 events op een dag is geen unicum. En het onderliggende idee is dat we met onze software niemand een excuus mogen gaan geven dat ze het niet hoeven of kunnen doen, want het is gratis. Het geeft de ondersteuning aan de eindgebruiker. Jij als ISP hoeft hem alleen maar te installeren en dat zou binnen een uurtje werkend moeten zijn. En dan hoef je alleen maar te kijken hoe de berichtjes verstuurd worden. Dus dat hoeft niet meer zo complex te zijn. Nou, wat doet het nou uiteindelijk? Alle mailtjes die worden, bronnen van meldingen worden verzameld. En er wordt ook gekeken, is daar al een bestaande case voor? Op het moment dat daar een bestaande case voor is, dan gaat hij die case aanvullen. Dus je krijgt dus niet elke keer een nieuwe melding voor iets wat al bekend is. Nee, als het een aanvulling is op een bestaande ticket, dan gaat hij dat gewoon die ticket bijwerken. En dan wordt die klant weer opnieuw genotificeerd van, hey, het probleem is nog steeds actief, want we krijgen nog steeds meldingen voor deze case. Maar alle meldingen om die specifieke case blijven wel bij elkaar onder één enzelfde ticket. Nou, het idee is dus om alle soorten feeds te gaan ondersteunen. Nou, de meest bekende, Shadow Server, Google C-Cert, AbuseX, die ondersteunen we allemaal al. Dus op het moment dat je nu versie 3.0 van de plank afpakt, dan moet je eigenlijk al het gros van je abuse kunnen afwerken. Bij de volgende versie hopen ze er echt allemaal in te zitten. En dan hoef je er nog minder met de hand te doen. Elke melding die uiteindelijk aangemaakt wordt, of al dan niet geaggregeerd wordt, wordt geprioritiseerd. Want we
gebruiken eigenlijk drie prioriteiten. Namelijk, je hebt de echte abuse melding. Nou, dat zijn dingen die gewoon acuut opgelost moeten worden. Daaraan vast zit een prioriteit, dat is een escalatie. Nou, dat kan zijn, het ticket staat al een jaar open en die klant die zit nog steeds te spammen. Of er zijn bijvoorbeeld klanten waarbij dit soort, bijvoorbeeld een botnet-infectie, totaal niet gewenst is en echt direct geëscaleerd moet worden omdat het een gevaar voor bepaalde systemen is. En als laatste hebben we een informatieve melding. En die informatieve meldingen zijn alles wat niet echt abuse is, maar wel belangrijk genoeg zou moeten zijn om op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een open DNS-server, IPMI-controllers die openstaan. Allemaal van die dingen die uiteindelijk wel een keer te misbruiken zijn, maar op dit moment of op dat moment nog geen actieve misbruik op gemaakt wordt. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat het systeem zelfstandig kan werken. Dus het idee is dat het systeem gekoppeld wordt aan je administratiepakket. Daar kun je gewoon een module voor configureren. En het idee is dan dat op het moment dat er een melding komt, dat middels die module in jouw administratie geraadpleegd wordt. Voor wie is die klant? Hoe heet die? En hoe kan ik die bereiken? Want met die gegevens kan Abuse.io vervolgens een melding uitsturen. En dat kan, ja, afhankelijk hoe je het instelt, gewoon real-time. Dus op het moment dat het verwerkt is, stuur jij het meteen door naar je eindgebruiker. En dan wordt er eigenlijk gezegd, er is een probleem. Dit is ongeveer de korte samenvatting waar het over gaat. En hier heb je een linkje en klikt het aan en dan krijg je alles te zien. En dan worden ze naar een portal geleid waar ze uiteindelijk alle specifieke informatie omtrent die melding krijgen te zien om vervolgens daarop te kunnen acteren. Nou, verder is het natuurlijk ook mogelijk om externe scripts aan te roepen om binnen je ISP acties uit te kunnen zetten. Nou, bij BIT gebruiken we bijvoorbeeld een IRC-koppeling, dat we bij ons op de IRC-kanalen onze medewerkers kunnen zien dat er iets speelt met een IP-adres. Dat wil nogal eens handig zijn. Maar als jij zoiets hebt van, nou goh, ik BGP blackhole meteen het internet op, het kan meteen. En als je dat dan doet, dan is het natuurlijk ook wel handig dat je wat bewijsmateriaal hebt. Dus al het bewijsmateriaal wat je binnenkrijgt, wordt ook automatisch gekoppeld aan het ticket. Nou, omdat daar veelal, bijvoorbeeld bij Shadow Server, één CSV'tje is, waar 30.000 meldingen in staan, wordt dan het originele e-mail met die CSV wordt gelinkt. Is niet zichtbaar voor de klant. En dan wordt ook niks aan aangepast. Dus je hebt dus echt de originele mail als bewijslast die je eventueel kan raadplegen op het moment dat er een discussie gaat ontstaan. En in tegenstelling tot satellietinternet kunnen wij wel met IPv6 omgaan. En dat gebeurt vaker dan je denkt de laatste tijd. Vooral met spam. Steeds meer hosts zijn dual-stacked en dan zie je gewoon dat ze via IPv6 gaan lopen spammen. En dat begint langzaam ook een uitdaging te worden. Nou, als je software geïnstalleerd hebt, dan kunnen er middels drie wegen eigenlijk informatie in het systeem komen. We hebben, zoals dat heette, de MDA-handler, wat eigenlijk gewoon niks meer is dan het proces, het aannemen van het mailtje op je abuse en die te gaan verwerken. En op basis van een aantal stelregels weten we gewoon, het komt van die notifier af en die heeft deze feeds en daar hebben we deze configuratie voor nodig. Nou, daarnaast hebben we ook nog parsers die gewoon rechtstreeks aan te spreken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je zelf een Nmap scan doet van je hele netwerk of een spam trap hebt waar je informatie rechtstreeks in weg wil stoppen. Nou, die kunnen ook rechtstreeks aan Abuse.io opvoeren en die stuurt het vervolgens in de database. En dan is er nog een derde categorie, dat zijn collectors. En dat zijn zaken die opgehaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan controles van RBL-lijsten. Hè. Er staat een IP van mij op een RBL. Nou, dan wordt middels een collector, in het proces wat housekeeping heet, wordt dat opgehaald en vervolgens verwerkt in de database. Nou, dan staat het uiteindelijk in de database, maar dan moet het er op een gegeven moment ook weer uitgaan. Want anders heb je er nog niks aan. Nou, de housekeeping proces die draait afhankelijk hoe je het instelt elke minuut. En op het moment dat er een nieuw ticket is waar nog niet voor genotificeerd is, wordt er een notify bericht uitgestuurd, wat op dit moment alleen nog maar een e-mail is.
In de volgende versie gaan we ook zaken als een RPC of een downstream instance, dat is een eindgebruiker die, of een grote klant moet ik eigenlijk meer zeggen, zijn eigen abuse jou kan draaien en dat je voor een specifiek aantal IP-adressen of blokken die informatie gewoon één op één doorstuurt. Nou, die klant wordt uiteindelijk dus naar het Ash-portal gestuurd, oftewel de AbuseIO Self-Help portal, waar dan ook uiteindelijk de interactie met de eindgebruiker plaatsvindt. Dus dat betekent dus dat die eindgebruiker kan bij een abuse case kan zeggen, nou goh, ik ben niet meer bezig, of ik ben er mee bezig, ik heb het opgelost en ik wil het ticket sluiten. En afhankelijk daarvan wordt ook op basis van wat hij daar invult, vond ik, hij sluit hem, dat er dan niet elke 24 uur een reminder gestuurd wordt, maar als er dan een nieuw berichtje komt, dan wordt hij meteen weggestuurd. En op het moment dat het een informatieve melding is, dan heeft hij nog de extra keuze om het te negeren. Want ja, het is een informatieve melding, dus dat kun je in principe niet enforcen. Maar je ziet wel dus dat er interacties geweest met die klant, dat een bewuste keuze is geweest om het te negeren. Ja, en als dan later toch blijkt dat er misbruik mee gedaan was, dan heb jij ook een bewuste keuze om af te sluiten. Ja, en dan heb je nog de action handler waar ik het net over had, waar je dus kan zeggen van, nou goh, notificaties moeten via IRC of BGP Black Holes of quarantaine net, wat voor productie je in je netwerk ook hebt om daar actie mee te ondernemen. Ik heb wat screenshots meegenomen uit de nieuwe versie. Dus als je nu 3.0 gewoon gaat installeren, dan ziet het er toch heel anders uit. Maar dit ziet er veel mooier uit, dus laten we dit zien. Je ziet hier het beeld wat de klant heeft aan de linkerkant. En aan de rechterkant, het kleine vakje, heb je het extra informatie die jij als netwerkoperator krijgt te zien. En dat is in dit geval voornamelijk wie is de contactpersoon voor het IP-adres en wie is de contactpersoon voor het domein. Want dat kunnen twee verschillende partijen zijn. De IP-contact is vooral al de webhoster die een webserver heeft hangen waar 10.000 domeinnamen op zitten en domains zullen in de regel echt de domain-owner zijn. Met dit systeem gaan we ze dus allebei notificeren en allebei op de hoogte stellen dat er een probleem is met hun systeem. Ja, de meest standaard informatie staat er dus gewoon in. Je ziet dus ook hoe die geclassificeerd is. Nou, in dit voorbeeld is het dus een website die gehackt is. Nou, dat vinden we dan abuse. En we vinden ook dat daar gewoon rechtstreeks actie op ondernomen moet worden. Nou, je ziet een report count, dus het is inmiddels al 3 keer gemeld. En die staan nog open. Dus in dit geval zal die klant waarschijnlijk afgesloten gaan worden, zolang blijft duren. Nou, elke event die binnenkomt wordt ook apart opgeslagen. Dus dat betekent dus dat die events ook zichtbaar zijn voor de gebruiker. Want standaard filteren we daar niks in. Dus alle informatie die we van een abuse melding krijgen, met een hele kleine uitzondering, die sturen we één op één door in het ticket wat zichtbaar is. De enige uitzondering is als een feed zegt, dit mag absoluut niet naar de eindgebruiker, maar wel naar de ISP, of daar zijn afspraken over, dat je die zaken filtert. Maar bij alle standaardinstellingen wordt alle informatie die er is ook getoond. Dan krijg je ook geen vragen meer van, goh, heb je meer informatie? Want dan kun je gewoon zeggen, wat je daar ziet, is alles wat we hebben. Ja, en meer kunnen we er ook niet over vertellen. Nou, voor jou als netwerkoperator hier rechts onderin heb je dus ook weer het bewijslast. Nou, dat kun je dan downloaden of bekijken. En als je hem downloadt, dan krijg je echt de originele e-mail en EML-formaat aangeleverd. En die kun je gewoon een e-mailclient openen en bekijken op dat moment. Nou, dan krijg je natuurlijk ook de informatietekst van wat is het nou? Nou, wat is in dit geval die website die gehackt is en waarom zou dat slecht zijn? Nou, iedereen hier in de zaal die weet het, maar die eindgebruiker die ziet dat niet op zijn website. Die zegt gewoon, mijn website doet het, ik zie het probleem niet. Nou, dan proberen we met die teksten zoveel mogelijk uit te leggen. En voor elke klassificatie die we hebben, hebben we nu al basisteksten klaar. Daar moet nog aan gesleuteld worden. Maar in de kern legt het de eindgebruiker al redelijk goed uit wat van hem uiteindelijk verwacht wordt om het probleem op te lossen. En waarom wij als internetgebruikers met z'n allen daar last van hebben. En ja, het laatste stukje communicatie, waarbij je dus als abuse desk kan communiceren met de eindgebruiker. En in dit geval zegt de abuse desk dat de klant afgesloten wordt en dat we daar niet zo wakker van liggen in dit geval.
Nou, de plannen voor de aankomende versie. Ja, we gaan dus nu de software in een framework bouwen. Dat het dus wel op een manier gecode is. Dat gemiddelde programmeur niet met brandende ogen wegrent. En dat we uiteindelijk ook echt alle feeds ondersteunen. Alles wat in de basis op dit moment zit, dat ondersteunen we al. Maar er zitten er nog wat meer kleinere die toch wel waardevolle informatie aanleveren. Verder willen we dus downstream support gaan ontwikkelen voor resellers. Dus dat een reseller of een grote klant die heel veel IP-adressen heeft en zijn eigen abuse afhandelt, zelf een instance kan installeren, die meldingen gewoon één op één doorkrijgt en dat hij het ook weer aan zijn administratiesysteem kan koppelen en ook weer rechtstreeks zijn klanten kan notificeren. Want heel vaak, zo'n reseller, die moet het dan alsnog weer met de hand gaan doen, waardoor het door het proces daar weer blijft hangen. Dus ook met die koppelingen kunnen we dus ervoor zorgen dat resellers of alles, de hele boom, het makkelijker gemaakt wordt om die abuse uiteindelijk te verwerken. Nou, verder komt er een RPC-koppeling, zodat je ook een makkelijke interactie hebt met het systeem. Nu kun je alleen maar een abuse case indienen door het proces te volgen van een notifier. Straks zou het zelfs misschien, als alles gaat lukken, het zou moeten gaan worden dat als ik als bid een abuse ticket maak voor een IP-adres van bijvoorbeeld LeaseWeb, dat en LeaseWeb heeft abuse jou draaien, dat dat rechtstreeks binnen het systeem geforward wordt en anders in een formaat uitgewisseld wordt waar abuse jou iets mee zou kunnen. Of als ze zelf iets maken, dat kunnen parsen. En dat is ook een standaard formaat gaan gebruiken om al die meldingen weg te sturen. Want op dit moment wat we dus zien, is dat er zoveel verschillende formaten zijn, dat we dus nu ook voor elke notifier een aparte parser moeten maken, omdat zich niemand eigenlijk aan de standaarden houdt. Ik zag je hand, ik kom straks bij vragen als je het niet erg vindt. Op dit moment in versie 3.0 hebben we nog geen ondersteuning voor domeinen. Dat was wel ook vanuit ISP Connect en de hosters de grote vraag om dat toch in te bouwen, zodat we ook de domeinnaam kunnen notificeren. En dat wordt dus ook ingebouwd. Nou, verder hebben we nog meer heel veel leuke dingen bedacht die we willen gaan bouwen de komende tijd. En we hebben een roadmap op onze website staan waar dat details in is gepubliceerd is. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, wij zoeken op zoek naar mensen die vanuit jullie, dus vanuit de gebruikers, ons willen laten weten wat er uiteindelijk graag gewenst is om gebouwd te worden. Ik bedoel, de software is nog vrij jong. En er is al heel veel kansen om het voor iedereen hier en die het software gebruikt een stuk makkelijker te maken. En dan kom ik op vragen. En dan was Erik eerst. Of nee, niet Erik. Wel. Ik ben heel slecht met namen. Ja, we zijn gebruiker van het systeem al vrij lang. Ik moet zeggen, we hebben van een aantal klanten daar hele positieve reacties op gekregen. Ook van hun systeembeheerders die in één keer zoiets had van, hey, hier kan ik wat mee. Wat dat betreft prima. Aantal klanten die hadden zoiets van, ik krijg nu wel heel veel meldingen in één keer. Zeker op het moment dat ze dus SSL-meldingen van Shadow Server ontvangen. Die krijg je gewoon iedere dag. En als je daar dus een aantal redelijke lijsten van hebt op je eigen IP-spuis, dan krijg je redelijk wat meldingen. En dan is de melding van de klant vaak van, joh, kan je dat uitzetten? Ik zeg, ja, je kan het ook fixen. Dan stopt het ook vanzelf. Met betrekking tot de opmerking die je net maakte over, gaan we naar een bepaald formaat in jouw voorbeeld van als ik zelf een abuse melding heb voor iets wat bijvoorbeeld bij LeaseWeb zou draaien, naar een bepaald formaat, en wat gaan we dan gebruiken? Gaan we een eigen formaat gebruiken? Ik weet dat AbuseX in Duitsland die maakt gebruik van XARF formaat. Ja. Dat zou eigenlijk voor dit soort dingen de algemene standaard formaat moeten zijn. En ik ben heel voorzichtig in mijn formulering hierin. Maar zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Met name over van, joh, er zijn bepaalde standaarden. Voor, en die worden ook door verschillende parsers al gebruikt. Wat zijn de ervaringen daarin? En
ja, zonder nu zo meteen weer met een Abuse I.O. formaat te gaan komen. Dat is eigenlijk meer wat ik... Sowieso gaan we niet met een Abuse I.O. formaat zelf komen. We gaan van ons uit gewoon EODEF gebruiken. EODEF is een standaard die vrij uitgebreid is. En veel uitgebreider dan XARF of ARF of welke vorm er op dit moment verder bekend is. De reden dat we ook EODEF gaan gebruiken is dat de Abuse Information Exchange, dat is de Nederlandse clearinghouse, die voor leden informatie aanleveren, is ook een standaard gebruikt EODEF. Dus dat willen wij zelf ook gaan gebruiken. Het nadeel van XARF is dat er toch nog steeds heel veel notifiers zijn die zeggen, ja, het sluit net niet aan met wat ik wil doen. En alsnog wel XARF gebruiken, maar weer van het standaard gaan afstappen. Er zijn bijvoorbeeld C-Cert is daar een heel goed voorbeeld van. Die gebruiken XRF, hele mailtjes XRF geformatted. De attachment zou bijvoorbeeld report.txt moeten zijn, al dus de standaard. Maar dat past niet in hun klassificatiesysteem. Dus zij maken daar fish-report.txt, dat je weet dat het een phishing klassificatie is. Omdat XRF daar gewoon geen veld voor heeft. EODEF is zo uitgebreid, voor zover ik het gezien heb, maar ik moet er ook nog iets verder in verdiepen, dat alle elementen van abuse die ik tot nu toe gezien heb, daar wel in past. En dat waarschijnlijk ook de reden is waarom de Information Exchange daarvoor gekozen heeft. Dus... Ik zag nog... Een heleboel vragen. Wat loop je, jongen? We doen nog 2 vragen en dan is de volgende spreker. Dus wie wil het heel graag? Ik loop nog de hele dag rond, hoor. Jurien, dus je kunt altijd aanspreken. In mijn vrije tijd doe ik precies het omgekeerde. Ik indexeer al het abuse op mijn serverparkje en stuur vervolgens abuse mailtjes uit. Is het systeem ook geschikt om dat hierin op te slaan en dan in standaard formaten de deur uit te doen? Ja. Okay. In principe, een van de dingen die we bijvoorbeeld over nagedacht hebben is het NCC wil ook informatie gaan verspreiden, om een voorbeeld te noemen, of een andere notifier. Dat we gewoon die software aan hun geven en daar met die CLI tools waar ik het over had, dat je gewoon zelf kan zeggen van nou goh, ik roep het aan met deze argumenten en dan wordt er iets aangemaakt. Het idee is wel ook bijvoorbeeld om die RPC die er straks komt, met een standaard te maken, zodat iemand die bijvoorbeeld een SSH honeypot heeft, in plaats van zijn eigen formaat te bedenken, zo'n formaat kan gebruiken en vervolgens rechtstreeks een melding in abuse ook laat komen. Hallo, are you aware of anyone interfacing it with, or would you be interested in trying to add as a feature and NetFlow integration? I didn't get the last part. NetFlow. Would be NetFlow. Yes. All right. Well, NetFlow itself doesn't really give abuse information, so that would be difficult. But if there's a parser that collects a NetFlow data and can say, well, there is a botnet infection there, we'll be happy to write the parser and implement it in the next version as well. Yeah. Because, like I said, there will be external reporting, but there will be internal reporting as well with CLI tools or with the RPC, so you can hook in whatever you want. Yeah, because at the point where you start seeing, say, 10,000 outbound SSH connections, then that's a pretty good indicator. Well, that to enable an attack. Okay. Last question. It's not a question, it's an invitation to present this at the RIPE meeting. There's the upcoming RIPE meeting in Bucharest, and they have the anti-abuse working group. So if you could actually email about this to the anti-abuse working group first, you can get a lot of feedback and comments. And the second invitation is to cooperate with RIPE NCC, because we also have a tool that shows the abuse information from the RIPE database, and we should sync on this. Well, at both invites, I can say I've accepted them a while back. I was at the last working group meeting and also discussed Abuse I.O. on the mailing list, but because we're focusing on development at the moment, I'm not having a lot of time to really interact with the working group. And so that's one. And for the contact list, I'm already talking to Christian Toschel and he's already promoting this, so we're already working on that together.
Yeah, well. We'll make a note of this. Eric buys volunteers as promotion boy. Bart, thank you very much.